een hele vrolijke voorstelling met een spannend verhaal. Iedereen kent natuurlijk Suske en Wiske en de karakters eruit. Suske en Wiske die gaan altijd op avontuur en nu blijkt dat Jérôme is ontvoerd. Lambiek die is naar een circus toe gegaan en daar gebeuren allemaal mysterieuze dingen. Dan gaan we kijken wie er goed is en wie er slecht ja, is. Hè? En natuurlijk waar Jérôme is gebleven. Ik ben de ringmeester en ik ben op zoek altijd naar nieuw talent voor mijn circus. Ik ontmoet dan uiteindelijk ergens in een café Lambiek. En die zit zulke domme dingen te zeggen, maar ze met zo'n uitgestreken serieus gezicht. Dat ik daar wel een bepaald talent in zie. En zo weet ik hem naar het circus toe te lokken en hem uiteindelijk te gaan bombarderen als een circusbaron. Suske en Wiske en de Circusbaron is al eens uitgevoerd in 2008. Gemaakt in België. Een heel goed stuk. Wel gebaseerd op een stripverhaal uit 1973. Dus we hebben eigenlijk binnen het bestaande script gekeken van hoe kunnen we het net even ietsje moderner maken. De samenwerking rondom Suske en Wiske die is tot stand gekomen doordat Musical ons heeft benaderd om deze voorstelling samen te brengen. De Nederlandse markt en de Belgische markt te gaan bedienen. In Nederland met een Nederlandse cast en in België met een Belgische cast. Suske en Wiske, dan Sidonia, Lambiek, Jérôme, die zitten er allemaal in. We spelen met Eline Smits, die speelt Tante Sidonia. Ik vind het heel leuk om met haar te spelen, omdat ze gewoon al wat meer ervaring heeft. Heeft al wat meer gedaan. Dus die helpt ons soms ook in dingen dat ik denk, oh fijn. Even iemand die iets ouder is, ook wat meer weet van alles. Eerst dacht ik, nou Sidonia die hoeft niet te dansen, maar... Dat doen we toch wel. Dus ja, ze zingt, ze speelt natuurlijk heel veel. Ze is heel veel hysterisch. Ze gaat uiteindelijk ook een paar danspassen zetten. En met Robert van Unik, die daarnaast Lambiek speelt en daarnaast ook onze vocal leider is. Humor is natuurlijk een groot ding bij Lambiek en bij mijzelf ook. Ik hou gewoon heel erg... Om zo te spelen, in het groteske, zeg maar. Het enige grote verschil waar ik wel heel erg aan moet wennen is, ik ben gewend om de humor naar buiten te gooien. Maar Lambiek heeft heel erg juist de humor binnenin. Dus die maakt dan een grap, maar die heeft het eigenlijk zelf niet eens door. Het is heel leuk als we telefoongesprekken hebben op de vloer. Dan denk ik soms wel ineens, kijk nou, zet ik gewoon... Zit ik met mijn eigen man aan de telefoon. Sidonia is in real life Eline. En Eline is mijn vrouw. In het echt. Dus dat is heel leuk om weer samen te spelen. De voorstelling gaat over dat Jérôme is ontvoerd. Jérôme is niet heel veel te zien in de voorstelling. Maar daarom is het des te leuker dat ik eerst ook nog als barman en als commissaris mee mag doen. Ik ben de Suske, maar ik ben ook de choreograaf van het stuk. Dus ik maak alle dansen die erin komen. En het is te gek om te doen. Ja, hij heeft het super goed gedaan. Er zit heel veel show in. Dus en er zit veel draaien in. En ik hou heel erg veel van details. Dus precies hoe je je hand moet plaatsen. Precies waar je hoofd hebt. En dat is wel heel zwaar. Ja, en het is zeker gelukt. Ja. Ja, we hebben nog een week. Ja, voordat alles dan clean is. Ja, ik heb een musical academie gedaan. En ik ben in 2002 afgestudeerd. Dus dat is 13 jaar geleden. En 30 kilo ook. Dus ik was nooit echt een danser, meer zanger, acteur. En het is nog steeds lastig. Maar ik kan goed meekomen. Ik krijg veel complimenten van onze regisseur Bas Groenenberg. Dat ik goed kan dansen. Nou, dankjewel Bas. Ik denk dat het een hele vrolijke voorstelling is. Er gebeurt heel veel. Hij is heel divers. We hebben natuurlijk het verhaal van Suske en Wiske. Er wordt lekker in gezongen, wordt lekker in gedanst. Maar er zitten ook echt circus acts in. Er zit een hele gave illusie act in. Iedereen heeft een beetje les gekregen in de beginselen van circus. Dus we hebben een beetje acrobatiek gedaan en jong leren hebben we gedaan. Geprobeerd eenwielfietsen hebben we ook geprobeerd. Ik ben weer allemaal dingen aan het leren die ik misschien ergens al wel kon, maar dan weer opgepakt heb. Of allemaal nieuwe dingen. Dus gisteren zelf een ratslag op één hand en... Jong leren doe ik sinds een week, maar dat gaat ook al best wel goed. Ik ben nu aan het oefenen op een eenwielfietsje. Dat gaat eigenlijk wel redelijk goed, moet ik zeggen. Ik heb veel strips gelezen. Mijn vader die claimt dat hij alle boeken heeft. Daar geloof ik geen sodomiete van. Maar hij had er wel een heleboel. Een flinke rij. En ik heb ze allemaal ooit gelezen. Dus de ouders, opa's, oma's, die weten het zeker te herinneren. En dat is natuurlijk een hele brede leeftijdscategorie. We hadden dat altijd wel in de kast staan. Samen met nog twee andere grote strips. En...
Nou, dat was wel iets wat ik graag las. Nostalgie, hè? Ja. Tot nu toe hebben we altijd voorstellingen gemaakt. 2+, 4+. Kinderen van jaar of 8, 9, die kwamen nog naar onze voorstellingen toe. Maar daarna stopte het. En met Suske en Wiske hebben we opeens een hele nieuwe doelgroep. Niet alleen de kinderen, maar ook de opa's, oma's, papa's, mama's. Suske en Wiske is voor de hele familie. Het is wel dat de karakters best wel dichtbij ontstaan. Maar mensen hebben ook wel een bepaald beeld van Suske en Wiske. En daar probeer je toch wel aan te voldoen. Er zijn echt Suske en Wiske kenners. Ook in mijn vriendenkring blijken nu ineens mensen alle boeken te hebben. En hoe doe je dan dit en hoe doe je dan dat? Dus het is heel spannend, een enorme uitdaging om hem zo op de plank te brengen. Dat de Suske en Wiske liefhebbers denken, ja het klopt. En de mensen die er nog zijn, die de boeken niet gelezen hebben, denken, wat een leuke voorstelling. Jij bent wat meer een denker en ik ben de doener eigenlijk. Ja. Dus als er wat gebeurt en het gaat niet goed, is dat meestal mijn schuld. Ja. En dan ga jij maar even af en toe zeggen, nou kom even. Of ik wil vaak, nou, ik ben ook de slimste van de twee. Dat zie je ook, natuurlijk. Ja. Suske en Wiske worden gespeeld door 2 mensen die net van school zijn. Dat kan ook niet anders. Hè? Suske en Wiske zijn nu eenmaal jong. Dus dat betekent met weinig ervaring het toneel op, maar heel veel talent. En tot aan Ben Kramer toe, die al vele jaren op toneel staat. Al 500 keer de Phantom of the Opera heeft gespeeld. En nu in Suske en Wiske de Circus Baron speelt. We hebben ook al natuurlijk in het begin wat een aantal promo's gedaan voor Suske en Wiske. En dan leer je iedereen al een beetje kennen. En dat was sowieso al wel leuk, dat je een beetje, dat het niet heel vreemd was. Maar we worden ook samen superleuk ontvangen door iedereen. En het is heel leuk om van iedereen te leren. Dus we zijn eigenlijk met z'n vijven al sinds vorig jaar diverse momenten bij elkaar geweest. En dan voel je de saamhorigheid van, wij mogen die stripfiguren hier in Nederland levend laten worden. Het is een grote familie. Daar staat Van Warner wel bekend om. En dat is eigenlijk wel zo gezellig. Het is ook wel belangrijk om achter de schermen ook een beetje lol te hebben. En dat is ook een van de redenen geweest waarom ik gezegd heb, ja hoor, ik doe mee. Lijkt mij heel leuk om naar de voorstelling te gaan waar ze eenmaal tot leven komen. Dit is op zo'n leuke manier gebracht. En ik weet zeker dat mensen die Suske Wiske kennen zich absoluut kunnen vinden in datgene wat ze te zien krijgen. Echt een familievoorstelling. Ja.